Bill Gieske, je bent de man van de technische zaken bij de voetbalclub La Première. Als we hier naar buiten kijken, dan moet jij een heel tevreden man zijn. Nog niet. Het is nog niet klaar, dus we zijn nog niet tevreden. We zijn pas tevreden als het helemaal tiptop in orde is. Dan zijn we echt tevreden. Maar zoals je ziet, het gaat de goede kant op. Dus op dat betreft gaat het goed. Ik reed hier langs in de eerste week van mei. En toen zag ik hier een helemaal kale zandvlakte. Toen denk ik van nou 4 weken, 6 weken, dan is het al gebeurd. Dachten wij ook. Maar? Maar ja, overleg met de gemeente. En dan ga je toch in kaart en conclaaf van hoe gaan we doen. Plan van aanpak. Mensen zeggen van nou eigen werkzaamheden. Wij zijn gelijk begonnen. Alles weghalen wat wij weg moeten halen. En de rest is voor de gemeente. Alleen ja, dan komt het met vergunningen en al dat soort taferelen komen aan te pas. En dan, ja, dan duurt het allemaal wat langer. Betekent dus dat je eigenlijk een klein beetje teleurgesteld bent in het feit dat het zo ontzettend lang duurt? Ja, je wilt altijd dat het sneller gaat gebeuren en dat het altijd gewoon snelheid in blijft zitten. Maar goed, politiek is niet altijd zo snel als de mensen zelf wil. Dus ja, moeten we rustig wachten. Want jullie hebben het bekerprogramma gespeeld, alleen maar uitwedstrijden. Jullie zijn intussen de competitie begonnen met alleen maar uitwedstrijden. Ja, klopt. Ik moet zeggen, we hebben 1 bekerwedstrijd bij onze buren mogen voeren, bij Oranje Nassau. Daar mochten we gebruik maken van het veld, waar we ook blij mee zijn. Voor de rest van de wedstrijd moeten wij uitspelen. Vooral met het eerste elftal, dan moeten we gewoon op een goede mat voetballen. Ja, en dan zijn we genoodzaakt om de wedstrijden of om te draaien. En of alleen uitspelen, dat is op dit moment niet anders. Op dit hoofdveld, met kunstgras, kunnen we zometeen gewoon en trainen en voetballen. Dat is het voordeel van kunstgras. Daar kan je het gewoon optimaal gebruik van maken. En daar komen wij met onze leden komen we daar gewoon op dit moment gewoon mee weg. En op de zondag kunnen we ook nog weer gebruik maken van de velden bij Oranje Nassau. Dus op zich is dat even opgelost. Rechtstreeks kampioen. Ja. Vierde klasse nu. Naar de vierde klasse, ja. Wat verwacht je daarvan? Ja, wat verwacht je ervan? We hebben een nieuwe trainer voor de groep staan. We hebben wat nieuwe jongens erbij. Een jonge groep, een jonge talentvolle groep. Ja, we gaan gewoon zorgen dat we in die vierde klasse gaan blijven. En dan gaan we proberen uit te bouwen. Een nieuwe trainer, maar ook een succesvolle trainer. Roy Bouk, 2 jaar achter elkaar, kampioen met PH. Klopt. Bij PH heeft hij het goed gedaan. Daarvoor heeft hij nog bij Vroomshoopse Boys gezeten. Heeft het ook goed gedaan. Dus op zich is dat... Past bij de club, moet zeggen, de trainer waar we afscheid van genomen hebben, Jan Hofte. Ja, die heeft ook fantastisch gedaan. Die is voor het eerst, in 35 jaar de club kampioen gemaakt. Hoe lang duurt het nog voordat het kunstgrasveld wat hier buiten ligt gebruikt kan worden? De planning was 15 september, de afgelopen maand. Maar goed, dat is niet gehaald. Dan zou het daarna 23 september worden. Nou, helaas ook niet geworden. Dus ja, ik verwacht eigenlijk binnen nu en twee weken, dan moet het wel klaar zijn. Met andere woorden, over 2 weken kan het publiek toestromen en kijken hoe mooi het hier geworden is. Dat het nog mooier is geworden hier en hoe leuke club we eigenlijk nog steeds zijn. Bjorn, heel veel succes. Dankjewel, gaat zeker goed komen.